Al zijn spullen liggen er nog, op dezelfde plek waar ze anderhalf jaar geleden ook lagen, toen de oorlog in Oekraïne net begon. Dus mijn oude kleding. En dat is mijn t-shirt, wat is nu al te klein. Net als miljoenen andere Oekraïners moest de 13-jarige Bogdan vluchten voor de oorlog. Samen met zijn moeder kwam hij in Rotterdam terecht, waar hij nu al die tijd woont. Hoe is het dan om nu terug te zijn hier in Odessa? Heel goed. Ik voel zoals ik ben thuis. Hier. Het is nog steeds oorlog in Oekraïne, maar toch is Bogdan weer even terug. Om zijn huis weer te zien en ook om met zijn vrienden op zomerkamp te gaan. Net als vroeger. Het kamp is in een veilig deel van Oekraïne. Die crocs, die is voor douchen, bergschoenen met... Wat gaan jullie doen? Trektochten, klimmen en zwemmen. Voordat de oorlog in Oekraïne begon, woonde Bogdan in de stad Odessa, helemaal in het zuiden van het land. In Odessa is het nog redelijk rustig vergeleken met andere Oekraïnse steden. Maar ook hier is de oorlog nooit ver weg. Dit is een van de bommen die afgelopen nacht op de stad is afgevuurd door het Russische leger. En afgelopen winter was er in zijn stad geen stroom en geen verwarming nadat Rusland expres elektriciteitsgebouwen had aangevallen. Wanneer ik hier ben, ik wil niet heel graag terug naar Nederland, maar... Ik denk ik moet terug naar Nederland. Omdat het is gevaarlijk hier, een beetje. De vader van Bogdan is achtergebleven in Oekraïne om het land te verdedigen tegen het Russische leger. Zijn vader bestuurt drones. Die worden in deze oorlog veel gebruikt. Om bijvoorbeeld te zien waar de vijand zit. Hij belt af en toe met zijn vader. Hij wil heel graag zijn vader deze zomervakantie in het echt zien. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Maar eerst dus het zomerkamp, waar Bogdan al maanden naar uitkijkt.